Een mosselzaadschraapinstallatie. Het is weer wat nieuws. Mosselbedrijf Gebroeders Kouijzer uit Zierikzee is de eerste en enige die hiermee mosselzaad van de pijlers van de Zeelandbrug mag schrapen. Tot voor kort werd het oogsten van het zaad handmatig gedaan. Maar met het oog op de toekomst is de machine meer dan welkom. Omdat we natuurlijk gedwongen worden om mosselzaad in te winnen. Niet meer van de bodem, tenminste op langere termijn, maar op een andere manier. Waaronder inwinnen aan touwtjes of aan netten. En wij hebben nog als alternatief de pijlers van de Zeelandbrug. Maar echt blij met deze nieuwe manier van vangen is Van de Zanden niet. Nou, het is gewoon een heel slechte zaak dat we op deze manier lopen te klooien aan pijlers en aan touwtjes. Maar dat is even mijn eigen mening. Van de Zanden hoopt de machine over een maand in gebruik te kunnen nemen. Het zou goed zijn als asielzoekers met een verblijfsvergunning eerder een woning in de provincie moeten accepteren. Dat vindt burgemeester Verhulst van Goes. Momenteel loopt een proef in enkele noordelijke provincies. Asielzoekers mogen daar niet meer maandenlang een plek in de opvang bezet houden in afwachting van een huis in de Randstad. Daar gaan asielzoekers het liefst naartoe. Ik hoop dat ze beseffen dat wanneer er hier werk is en hier scholen en ze willen zelf aan de bak. Nou, en wij moeten zo'n woning aanbieden. Dat we dan zo'n gezin hier krijgen die echt ook willen werken. En zich goed weten te gedragen, dan denk ik dat ze beter afgaat dan wanneer ze in de Randstad terechtkomen. We zijn vandaag op camping Sportpunt Zeeland in Goes. Omdat er honden mogen komen en er van alles te doen is voor de kinderen ook. Ze gaat overal mee naartoe. Op restaurant, overal. En hoe bevalt het hier op de camping verder? Fantastisch. Leuke mensen, alle dagen blij gezichten. Heel leuk. De rustige ligging, de accommodatie voor als het slecht weer is, het zwembad, maar ook buiten de speeltuinen, de fietspaden hier. Nou, top, want wij gaan volgend jaar, als goed is, 3 maanden terug. Top. Top. Echt wel. Ja, top. Zeker top. Top. En dan het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft droog. Er waait een krachtige zuidwestenwind en het wordt zo'n 20 graden.